Hey kijkers van YouTube en welkom bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. De vorige keer hebben wij deze opslagruimte hebben gemaakt, alleen er was dus een behoorlijke fout had ik gemaakt, want de hoeken waren niet goed. En er was nog iets niet goed. Oh ja, dat de onderste lava ook goed moest, dat er mooi uitzag. Nou, en het is natuurlijk jullie serie, dus heb ik dat ook zo gedaan. En ik heb ook nog een reactie gekregen. Gaan we even daar weg, want die ziet er mooi uit. Ik heb ook nog een reactie gekregen van The Marty Games, oftewel Maarten. En die zegt: hey Lars, leuke video. Je kan misschien een fontein maken. En dat is misschien ook wel een leuk idee. En want The Marty Games, dus Maarten, die ken ik al een tijdje. Want we zijn natuurlijk, dat heb ik volgens mij al een keer gezegd. We zijn bezig met een heel groot YouTube-project. Ik ga er nog niks over vertellen. Als jullie een paar beelden willen zien, moeten jullie naar de Marty Games gaan. Daar heeft hij een vlog van gemaakt. Dat je twee kleine screenshots ziet van hoe het er tot nu toe uitziet. Alleen ik heb het de laatste tijd zo ontzettend druk. Ik moet zoveel werken. Ik moet echt ontiegelijk veel werken. Dus ik heb echt niet zo heel veel tijd om te gaan bouwen. Maar goed, dat komt wel. Want ik moet gewoon elke dag werken. Maar ik werk in horeca, dus dan weet je het al wel. Goed, ik wou deze vloer inmaken. Hé, wat is dit? Hé, hey. Ik weet niet wat er was, maar er gebeurde iets. Zo. Oh, hup. Die. Kijk, dit is een mooie donkere vloer. En dan kunnen we die mooi hier neerzetten. We hebben hier sowieso meer voor nodig hoor. Want ten eerste, we hebben ook geen kool meer. Dus dan gaan we deze aflevering ook in de grond een avontuurtje beleven. Want we hebben totaal echt, we hebben helemaal geen kool meer. Zag ik net. En ik wou ook nog eigenlijk, misschien dat we dat ook nog vragen doen of de volgende keer. Dat ik eigenlijk een koeien wil hebben voor de enchantment room. We zijn al level 10. En dit is aflevering 37 uit mijn hoofd. 38, zoiets. En we hebben nog steeds niks geenchant. We hebben al wel een enchantment room. Dat zijn wel weer. Maar we hebben gewoon nog totaal geen tijd om al die dingen te doen. En ik zie hier alweer wat mooi wat diorite. Up. Dat pakken we even mee. En als we kool zien, nemen we dat ook direct eventjes mee. Dus nemen we dit eventjes mee. Zo. Maar zoals ik al zei, we zijn dus bezig met een heel groot YouTube project. En dat wordt echt heel gaaf. Alleen ik heb het de laatste tijd zo ontzettend druk. Ik heb gewoon echt heel weinig tijd. Echt heel weinig tijd. En daar baal ik ook best wel van. Maar ja, er moet ook gewerkt worden. Dus, maar ja. Het is één keer niet anders, hè. Zo, nemen we dit eventjes allemaal mee. Zo, die meer, die meer, die meer. Kijk, we hebben natuurlijk wel wat meer nodig voor de vloer. Maar zoals dat idee van de fontein, dat leek me hartstikke leuk. Maar ik denk dat we dat aan een andere keer doen. Of misschien ook vandaag. Ik denk dat ik vandaag een wat langere aflevering doe. Want ik wil sowieso die vloer erin hebben. En ik wil denk ik ook nog wel even een paar koeien. En want we hebben nou behoorlijk wat projecten lopen. We hebben het standbeeld wat nog niet af is. We hebben de... goud. We hebben de, hoe heet dat? Opslagruimte is nog niet klaar. Er moet nog bovenverdieping op. Nou, en de vloer die komt nou dus in. Zo. Kijk, dit is er eventjes weg. Die zet ik eventjes terug neer. En we hebben trouwens ook geëerd. Maar ja, bedenk ik nu ook. Dus het is een beetje lastig nu. En ik heb even gekeken. En ik weet nu ongeveer hoe je een Minecraft server moet beginnen. Ongeveer, maar ik zeg nog helemaal niks. Want ik zeg ook niet of dat ook nog komt. Dat weet ik ook nog niet. Ik wil er nou eerst wat meer informatie over vinden. Voordat ik ook echt een Minecraft server begin voor mijn eigen Minecraft survival serie. Weet je wat ik met andere mensen kan doen. Maar ja, ik beloof nou niks. Ik zeg alleen dat ik heb er behoorlijk tijd aan besteed van hoe dat nou eigenlijk allemaal in elkaar zit. Ik weet nog ongeveer hoe dat zit. Maar ik wil er eigenlijk nog meer van weten. Dus het duurt nog wel even of het komt niet of het komt wel. Het duurt nog eventjes. Maar goed, we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel nodig, joh. Want ik heb eigenlijk meer kool nodig. Kijk of we nog kool tegen kunnen komen. Oh. Waar was dat voor geluid? Oh, pliep. Ging er eentje door. Mijn zwaard is daar. Moeten we even kijken of we kool vinden. We moeten eigenlijk een keertje een andere cave vinden. Want dit is ook allemaal... Welk level zit het nu? 20. Dus eigenlijk moeten we omlaag. Misschien dat we diamonds tegenkomen, wie weet. Dus gaan we even een tikje omlaag. Kijken of we nog kool tegenkomen. Lijkt me hartstikke leuk. We hebben alleen geen fakkels. Dus dat wordt een beetje lastig. En dan wordt ons lava.
Hup, hup. Hoeveel zit ik nu? 15. Hup. Ik ben nou eigenlijk gewoon op zoek naar kolen, hoor. Diamonds niet per se. Daar hebben we er trouwens nog 9 van. Kijk, we zijn nu op level 12. Hartstikke goed. Hé, hey, wat is dit? Kijk, hier is in ieder geval kool. Dus nemen we dat eventjes mee. We zijn hier dus al een keertje eerder geweest. Zo, die kan weg. Hup. Die daar, die daar, die daar. Zo. Halen we dit even weg en hebben we in ieder geval een klein beetje kool weer. Anders gaan we de volgende aflevering wel even een avontuur onder de grond beleven. En dan gaan we een andere cave opzoeken. Bijvoorbeeld die daar in het bos die we toen tegenkwamen. Dat we daar eens gaan kijken. Want hier zijn we nou al zo vaak geweest. Zo, hoeveel kool hebben we? 25. Nou, dat is meer dan genoeg. Hier is nog wat, zag ik. Zo, nemen we dat nog eventjes mee. Lapis lazuli hebben wij uiteraard... Heb ik dat laten liggen, joh? Stel even voor iets. Zo, en ik hoor ook water. Die meer, die meer, die meer. Zo, nemen we dit alleen nog. En dan gaan we weer terug naar boven. En dan kunnen wij de vloer erin leggen. Zo. En misschien ook wel de bovenverdieping alvast. Wie weet. Maar dat moet ook natuurlijk van het spul, hè. Het moet natuurlijk wel... hoeveel hebben we nou? Laten we daar eens even blokken van maken. We hebben in ieder geval 2x64. Dus 2 stacks. En 16. Dus we hebben 16. Dus laten we dit nog eventjes meenemen. En dan gaan we echt naar boven. Maar de bovenverdieping moet natuurlijk ook van dit spul. Of het kan ook van hout. Maar ik vind wel dat de tweede vloer... Of twee keer hetzelfde vloer wel mooier is. Als ik heel eerlijk ben. Zo. En ik heb net geprobeerd om de shaders... Ik heb de shaders wel weer. Maar ik heb ze proberen aan te zetten. Ik wil opnemen en de hele Minecraft crasht. Dus ik heb ze maar weer eventjes uitgedaan. Ik moet het nou weer eventjes uitvinden. Want ze waren blijkbaar in een andere map. Zaten ze. Dus vandaar dat ik geen... Hoe ze daar komen, geen flow idee, maar ze zaten daar dus in ieder geval. Weet je wat, dan gaan we nog voor één stack en dan gaan we echt naar boven. Heel erg oppassen. Ja, dit is natuurlijk ook geen nood. Ik kan wel weg. Maar het dondert het natuurlijk allemaal de lava in en dat is niet de bedoeling. Oh, help! Ga weg hier. Maar we zitten op 10, dus hier moet eigenlijk wel... Ik ben eigenlijk heel benieuwd of daar nog diamonds zitten. Maar als het goed is, kunnen wij hier naar beneden. Hoop ik tenminste. Als ze dit weghalen. Ik vind het altijd doodeng, weet jullie dat? Hier is waar de redstone. Bedrock. Oh. Ah, dat moet niet. Cobblestone. Zo, gaan we terug naar boven. Hup, 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 hup. Bedrock moeten we natuurlijk niet hebben. Waar kwamen we uit? Hier geloof ik, hè? Ja, hier. Gaan we hier weer terug naar boven. Zo. Maar die drie broodjes, dat is ons laatste eten wat we hebben. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Zo. Zo. Moeten we even de weg terugvinden. Hier is dat lava. Gaan we hier naartoe. Oh. Hup, 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 hup. En dan gaan we weer terug naar boven. Met onze mooie zelfgemaakte trap. Ik hoop dat... Oh, we hebben er zat van. En dan gaan we de volgende keer misschien wel een fontein maken. Of we gaan... Ik hoor een skeleton. Oh! Au. Het is moeilijk om naar boven te komen, zeg. Holy shit. Waar is mijn schep? Daar is mijn schep. Hup. Ga weg, gravel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hup, hup, hup. Daar is trouwens ook nog heel veel kool. Maar ja, dat hebben we op dit moment nou eventjes niet nodig. Hup. Kunnen we in ieder geval de vloer erin leggen. En dan wordt trouwens even donker. Hup. En heb ik mijn schaap bij me? Nee, daar halen we ook even weer wat wol. Dan hebben we dat ook direct even gedaan. Maar eerst de vloer erin. Nou hebben we dus totaal geen eten meer. Helemaal niks meer. En misschien dat er nog wat wheat ondertussen is gegroeid. Dat we daar eventjes straks naar kijken. Maar ik ben wel van plan om wat langere afleveringen te maken in plaats van 10 minuten. Maar anders moet je de hele tijd zo lang wachten en weet ik veel wat. Dus dan gaan we dat ook lekker doen. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Dat ik wat langere afleveringen doe. Maar dan schiet het tenminste allemaal een beetje op. In plaats van dat je steeds weer een week of 4 dagen moet wachten, weet je wel. Of 3 dagen, hoeveel is het. Ik heb er nog wel vakantie. Ik kan ook wel proberen elke dag wat te uploaden. En dat wil ik eigenlijk op zich ook wel. Maar ja, ik moet ontzettend veel werken. Dus dat is dan weer een probleem. Zo.
Hup, 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 hup. Hup. Kijk, hebben we in ieder geval de vloer erin gelegd. Hup, die. En die. Zo, dan gaan we nou eerst wat slapen. En dan gaan we kijken of we wat wheat kunnen oogsten. Deurtjes dicht. Hup. En dan een lekker slaap. Heerlijk. Zo, maar we zijn nu 10,5 minuut bezig. En dan kan heus nog wel wat bij op. Dan schieten we tenminste een beetje op. Hier zit mijn scharen als het goed is. Jop. Vind ik nog wat blauwe wol. Ja, ietsjes. Even kijken naar de wheat. Hé, er vliegt trouwens een blokje. Zie je dat? Ja, dit is ook klaar. Dus dit nemen we ook even direct mee. Oké, dan kunnen we hier in ieder geval wat eten van maken. Wat heel belangrijk is, natuurlijk. Ah! Zo. Seeds. En we moeten natuurlijk ook, zoals ik net ook al zei, we hebben... Die hebben we nodig. We hebben een dingetje nodig, hoe heet dat? God, ik kom niet uit mijn woord, wat moeilijk. Ik zit me hierop te concentreren. We hebben koeien nodig, dat was het woord. Voor ladder, weet je wel, voor de boeken. Want anders kunnen we natuurlijk ook niet enchanten. Maar we zijn nu ondertussen level 36. Of level 36. Aflevering 36, 37, 38. Iets in die geest. En we hebben nog steeds niks geenchant. Dus ik denk dat we dat de volgende keer gaan doen. Gaan we even weer wat vol scoren. Ja, want als het goed is. Kijk, daar loopt al een koe. En hier misschien in de verte ook wel wat. Hup. Jij gaat mee. Je gaat ook kaal. Nee, dan gaan we af en toe gaan we gewoon even in de aflevering gaan we even de schapen een beetje scheren. Zo. Hup, 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 hup. Zo. En dat klopt trouwens ook niet, maar goed. Maakt niet uit. Oké, dan leggen we dit er eventjes in. Nou, als het goed is hebben we wel dirt bij ons. Hup. Oké, dan zijn we met allemaal verschillende projecten bezig in één aflevering. Nou, hoe goed is die? We hebben geen dirt. Nou, daar houdt het op. Au. Doe dat een andere keer. Hey, bellen. Kijk, en dan gaan we hier, denk ik, de bovenverdieping maken. Ook van hetzelfde. Hup, 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 hup. Hup, 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 hup. En anders zet ik ook wel een, we hebben veel meer nodig, ben ik bang. Zet ik ook wel even een linkje in de beschrijving naar Maarten zijn kanaal. Kunnen jullie zien naar het grote YouTube-project in zijn vlog. Hoe die doet. Maar dan zie je twee kleine screenshots. Kijk, we hebben veel meer nodig. Ja, we hebben hier nog wel iets. Ik dacht het al wel. We hebben lang niet genoeg. Maar ja, maakt niet uit. Dan gaan we, als dit klaar is, dan gaan we even een soort van koeienfarm maken. We zijn nu 13 minuten bezig. Hup. Plaatsen we dit eventjes. En dan gaan we even een koeienfarm maken. En dan vind ik het mooi geweest voor vandaag. Moet natuurlijk ook niet te lange afleveringen hebben, hè? Hup, 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 hup. En dan die komt daar. En dan doen we die koeienfarm doen we gewoon hetzelfde als dat, hoor. Dat leggen we er gewoon naast. Even kijken, dat hebben we ook wat nodig. En steen. Volgens mij hebben we niet zo heel veel bricks meer. Deze, dit grey. Oh, daar zat je. Die. En hier zit trouwens, die kan daarbij. En waar is hout? Hout, daar. Zo. Oké, dan zetten we dat er gewoon naast. En dan nemen we ook direct even hekjes mee. Hebben we er niet zo heel veel van. Maar dat maakt niet uit. Wat is dit dan? Een leven. Hoe kom ik nou aan een leven? Heb ik die ooit een keer gemaakt? Nee, toch? Ja. Maakt ook niet uit. Of we kunnen het trouwens ook wel hier doen. Maar ja, de hele tijd dat geblijf van die schapen. Hè? Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En doe gewoon naast elkaar, hoor. Maar dan moet dit ook eerst opvullen. Moet ik eerst weer dirt halen. Auw. Het duurt allemaal zo lang. Daar kunnen we niet op vanaf daar. Zo. Hup, 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 hup. En we hebben trouwens ook veel te veel troep, denk ik nu. Zo, nemen we even wat dirt mee. Zo, genoeg. Hoop ik. Tenminste. Zo. Kijk, dan hebben we ook in ieder geval koeien. Want ik zie er daar in ieder geval één. En er zo vast nog wel ergens. Ja, kijk, dus lopen er in ieder geval al twee. Dus dan kunnen we die... Alvast even, als we nog wheat hebben. Ja, hebben we nog. Boom. Kunnen we die even,
hun dingetje doen als jullie snappen wat ik bedoel. En dan hebben we in ieder geval een paar extra koeien erbij. En dan kunnen we die slachten voor leer. En zodoende. Zo. Hup, hup, hup. Hup, 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 hup. Hoop ook die zo heel groot worden hoor. Zo. Kijk, dat was alweer 64 dirt. Als je toch kijkt, als je gewoon lekker aan het kletsen bent met jullie. En je bent aan het bouwen, dan kijk er echt vanaf hoe snel eigenlijk die blokken al opgaan. Vind ik dan, hè? Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar... En zoals jullie ook al weten, ik heb ook een keer een... wanneer was dat? Gisteren was dat? Heb ik een nieuw spel heb ik gedaan. The Hunter, die staat ook wel straks ergens rechtsboven in beeld. Van een infokaart naartoe. En als je van jagen houdt, dan is dat spel wel echt iets voor jou. Dus dan raad ik je aan om daar te kijken. Maar ik geef er ook uitleg bij, een korte uitleg van hoe dat eigenlijk zit. Want ik kan het hier ook wel uitleggen, maar dit is niet het goede spel. Hè. Dit is Minecraft, dit is geen jagen. Zo, dit is geen jagen en schieten natuurlijk. Hè. Maar ik vind dat echt een heel tof spel en het ziet er ook echt heel realistisch uit. En voor je het weet heb je een prachtig mooie hert, of weet ik veel wat, heb je aan de haak geslagen. Goed, we doen de tweede tussen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dan, hoe groot is die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En is elke kant 10? Even hardop tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Die is dus 11. 1, of 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, dan ben ik de tel weer kwijt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 1, 2, 3. En dan, die hoeft niet. En dan deze nog eventjes. Hebben we, ik hoop dat we genoeg hout hebben. Ja, hebben we. 1, 2, 3. Zo, en dan komt er nog... Hier komt er nog eentje. Oh, nee, niet daar. En trouwens, die is eentje lager, volgens mij. Nou ja, maakt ook niet uit. Hup, 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 hup. Hup. En daar ook. Even kijken, er zit de twee tussen. Dat is 1, 2. En dan moet deze dus hier. Maar dat klopt niet qua verhouding. Zie je dat? Of wel? Oh, toch wel. Ik dacht dat qua verhouding niet klopte. Klopt het dus wel. Zo. Die daar. Hup. Hup, hup. Zo, en dan... Die eventjes... God, we zijn al 18 minuten bezig, joh. Eenmaal rond de bovenkant. Daar komt er eentje. Maar dat moet natuurlijk wel symmetrisch zijn, hè? En ik weet dat ik er eentje fout heb gedaan. Even kijken. 2, 2, 3. Dus even kijken. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Ja, dat klopt. En dan deze komt natuurlijk in dezelfde kant. Daar. En daar. Hup, en dan komt daar wel een keertje glas in. En dan maak ik dit nog eventjes... Nou, dan gaan we anders de volgende keer gaan we wel verder met het bouwen. En deze moet trouwens ook nog hier. Oh. Daar, 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 daar. Die, die, die. Zo, en dan komt hier nog... eerst hout, ja, en daarna komt deze. Zo, en nou is die ongeveer hetzelfde. En dan moet er alleen nog een dak op. En dan komen de koeien erin. Dus we hebben deze aflevering best wat gedaan. We hebben een kool gehakt. We zijn eventjes onder de grond geweest. We hebben een vloertje gelegd. We hebben een deel van het bovenverdieping hebben we gedaan. En dan gaan we, denk ik, de volgende keer gaan we gewoon weer lekker verder met waar we mee bezig waren. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Als jullie dit een leuke video vonden, doe eventjes een duimpje omhoog voor mij. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En dan gaan we de volgende keer lekker verder met het bouwen in onze Minecraft-wereld. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Kalm!